We hebben allemaal wel eens een keertje een beetje gerommeld op straat met wat stoepkrijt. Maar ja, dat is natuurlijk kinderspel. Deze twee deelnemers die zijn street artists die iedere platte stoep veranderen in een kunstwerk in 3D. We gaan echt prachtige dingen zien vanavond van David en Maureen. Daar zijn jullie. Straks gaan we natuurlijk kijken wat jullie gemaakt hebben. Maar eerst wil ik even weten, David, hoe is deze liefde ontstaan voor tekeningen die je op straat maakt en die gewoon ook weer wegregenen? Dat begon als 15-jarig jongetje. Ik zat op internet te kijken naar wat ik eens ging tekenen. En toen zag ik zo'n plaatje van zo'n 3D-tekening en ik denk echt van, wow, hoe doen ze dit? Dit wil ik ook kunnen. En ik ga gewoon net zo lang oefenen tot ik dit kan. En, echt waar? Een paar jaar later sta ik hier. We gaan zo kijken naar wat jij gemaakt hebt. Maureen, waar begon het bij jou? 3 jaar geleden bezocht ik een streetpainting festival in Arnhem. En dat vond ik zo gaaf. Toen dacht ik, wow, dat wil ik ook kunnen. Dus toen ben ik YouTube-filmpjes gaan kijken en een boek gekocht. En gewoon heel veel oefenen. En nu staan we hier. Ja. David, jij bent een loods ingestuurd door mevrouw Renate. Daar heb je 3 dagen gezeten. Dat was best een uitdaging, hè? Ja, 3 dagen geen zonlicht in een stoffige fabriekshal. En probeer dan maar eens wat neer te zetten. En dat is gelukt. We gaan eerst kijken naar het kunstwerk van David. Goed gegaan. Het was 3 dagen hard werken. Het was voor mij compleet nieuw om zo in een hoek te gaan schilderen. En ik heb ook nog nooit eerder op een plafond 3D geschilderd. Dat was een hele uitdaging, maar ja, het resultaat, ik ben er super tevreden mee. En natuurlijk ga ik winnen. Wanneer weet je nou, het gaat lukken? Op het moment dat je klaar bent. Dat dan je handtekening eronder zet en dan denk je van gewoon, ja, nou is het klaar. En dat je naar achter stapt en dan denk je, ja, inderdaad, ik zie 3D. En hoe moeilijk is dat plafond dan, waar je het over had, de eerste keer? Super moeilijk. Ik heb 2 dagen lang zo op een lolletje gestaan met de verf zo. En dan viel er weer wat naar beneden en dan moest je dat weer opruimen. Ja, het was echt... Echt een uitdaging. Heel knap zelfs. Bedankt. Maureen, zometeen gaan we naar jouw werk kijken. Ja. Jij probeert een extra boodschap te geven in je werk, hè? Ja, dat klopt. Mijn werk gaat over het ruimteafval. En eigenlijk met de boodschap van laten we dat opruimen. Net zoals we op de aarde doen, laten we dat ook opruimen in de ruimte. En hoeveel dagen heb jij gewerkt aan je kunstwerk? Ook 3 dagen. Ook 3 dagen? Ja, 3 dagen. Okay. Zullen we gaan kijken? Ja. Daar komt ze. Maureen. Het is de eerste keer dat ik een muur-vloer-combinatie ook echt af heb gemaakt. Het was lastig dat ik soms op de muur bezig was en dan niet wist of het klopte. En dan moest ik door mijn lens kijken en dan klopte er totaal niks van. Dus dan moest je het weer verbeteren. Maar ik vond het heel leuk. Het was een hele goede uitdaging. Ik heb er heel veel van geleerd. Ik denk dat ik een hele grote kans maak. Leuk, hè? Geniet je van, hè, die reactie van iedereen? Ja, dat is hartstikke leuk. Daar doe je het voor. Ja. Ja. Hey, is hier een soort competitie in? Is hier een soort, wat is het doel? Waar kan je internationaal meedoen aan wedstrijden hiervoor? Er zijn internationale streetpainting festivals, maar het gaat eigenlijk vooral om het samenwerken met fantastisch iets moois op straat te maken. Ja. Ben jij benieuwd wat de jury ervan vindt? Ja, zeker ook? Weten. Zeker. Gaan we dat vragen. Ja. Jury, welk 3D-kunstwerk vinden jullie het beste, het mooiste? Dan moet je die je stem geven. Kies 1 voor David en kies 2 voor Maureen. Ga je gang.
Wat zijn deze twee kunstwerken waard volgens onze jury? Kom maar door met die bedragen. Laten we gaan kijken. €975 voor de tweede plaats en €1525 voor het mooiste kunstwerk. Maar is dat van jou? Ik vind wat Maureen echt ontzettend gaaf werk heeft neergezet. Maar ik ben ook heel trots op mijn eigen werk en ik heb mezelf ook echt overtroffen met het werk. Dus ik denk wel dat ik die €1525 heb. Ja? De meeste stemmen? Ja. Dan noteren we dat bedrag op jouw scherm. Daar komt ie. Hartstikke idee. Zou lekker zijn, man. Zeker. Wat ga je met het geld doen als je wint? Een nieuwe winterjas kopen. Belangrijk, hè? Wordt kouder Zeker. En kouder. Ja. Succes dan. Dank je. En jij, Maureen, je staat er een beetje rustig bij. Van, nou, laat hem maar lekker lullen, die David. Wat ga je doen? Ik ga ook voor de 1525. Want? Ik sta achter mijn werk, dus waarom niet? Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een onmogelijke keuze voor een kunstenaar, dit, hè? Ja. Je moet wel je eigen werk kiezen. Ja. 1525 staat ook bij jou. Ja, jongens, één van jullie twee wint dit prachtige bedrag. En de ander dus keihard niet. Wie staat er goed? Laat maar zien. Het is David! Dankjewel, Maureen! Een nieuwe winter!